Daar gaan wij 12 uur oppassen. Beide 6 uur. 6 uur. Wat tof dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin. En mijn naam is Jeffrey. Daar gaan wij 12 uur oppassen. En beide doen we beide 6 uur. 6 uur. We gaan niet op elkaar oppassen. Nee, dat zal wel heel raar zijn. Levi zit hier in ons midden. Levi, hoeveel jaar ben jij? 9 jaar. En hoe vind je dat wij gaan oppassen op jou? Leuk. Dat is wel leuk, hè? Gewoon 12 uur lang gaan we op jou oppassen. We gaan helemaal leuk, allemaal leuke dingen doen en de boel op stijl te zetten, denk ik. Of lijkt me nou niet zo strak plan? Jawel. Ja, we hebben je net met je moeder afgesproken dat we het rustig houden. Nee, dus dat doen we maar netjes dan, hè? Belangrijk is, jij mag aan het einde van de dag dus iets bepalen. En aan het einde van het oppassen, als ze allebei 6 uur hebben opgepast, mag Levi bepalen wie nou de beste oppasser is. Ja. Ik heb heel veel zin in. Heb je er zelf ook zin in? Ja. Ja, okay. Hoe moet ze dat doen? Duimpje omhoog doen ja. En abonneren. En deze aflevering maken we er 2 van. Dus de eerste aflevering ga je mij 6 uur oppassen. Daarna jij. Ja. Dus ik zou zeggen, dus, wil je de volgende aflevering ook niks missen? Ja, dan... Nee, de volgende aflevering niks missen. Praat er gewoon overheen hoor. Dan zou ik zeker abonneren, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Jij moet eerst even ontbijten. Het is nu exact 9 uur, dus we gaan even ontbijten. Ja. Top, oké. 12 uur gaan nu in. Beginnen. Gaan we een leuke dag van maken, hè? En wij hebben een box. Eet je nou in de ochtend altijd? Of is dat verschillend? Ja. Oh, oké. Okay. En vandaag worden broodjes. Ja, ik weet wel altijd broodjes, maar wat erop zit is altijd verschillend. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, boeien. Nee, niet boeien. Als je dit ziet, anders gaat het straks... Ja, dat is goed. Heel goed. Ja, het moet wel goed blijven. Vaten was ook niet altijd zelf afwassen. Nee, ik heb wel vaten zo. Oh, dit dan kunnen we het bijna natuurlijk. Dit is nog niet zwart. Zo. Kijk, dit is mooi opgeruimd, hè? Ja, prullenbak buiten zetten. Dat is de waarheid. Prullenbak buiten zetten, anders komen er vliegen in. Goeie tip. Lifehack, dames en heren. Hoor je gewoon lifehacks geven? Nee, joh. Je kan in alle kleuren. Je kan ook disco doen. Ja. Disco. Dit is snelle disco. Maar je kan ook slow-mo disco doen. Ja, maar je kan ook gewoon één kleur aanzetten wat je wil. Bijvoorbeeld blauw. Dat was vroeger. Staat nog op kickbox. Lang gedaan kickbox of vier mee? Ja, nou niet. Behoorlijk lang. Certificaat dus space. Je hebt een vechel ook ergens. En dan kan je dus rakettenlucht in. Ja. Maar als je die niet uit de cabine komt bij de raket. Dan vliegt het naar een land en er gaan heel veel mensen dood en anders gaat hij de zee in. En ons was het gelukt om hem in de zee te afvuren. Wat gezellig. Leuk. Nu ergens naartoe? 2 manieren doen. Of we gaan nu ergens naartoe rijden zonder dat je weet wat het wordt. En dan moet je proberen te raden wat het gaat worden. Of ik ga je nu zeggen wat we gaan doen. Wat wil je zelf? Ik wil een tip horen. Een tip? Oké. Okay. Ik wil niet weten wat we gaan doen, maar ik wil een tip. Je wil een tipje? Ja. Je hebt er net wel een beetje over verteld. Ja, maar ik heb zoveel verteld. Ja, daarom, dat zeg ik. Even je tas inpakken. Ja. Even wat lekkers in doen, even wat drinken en zo. We blijven niet heel lang, maar het is toch even fijn om even wat te kunnen drinken. Schoenen aan. Ik check even of alle lichten boven uitstaan. Hoort er ook bij als oppasser. Alles checken of alle lichten uitstaan. Licht uitzetten als je naar huis gaat? Ja, nee, ja, lichten moet je altijd uitzetten als je weggaat natuurlijk. Ga je ze alle 3 op drinken? Nee, jullie moeten ook wat drinken. Oh, maar goed. Kijk, dat is meedenken. Kwijt, hè? Want ik zie daar een zak chips liggen. Ja, maar dat doen we zo. Heb je mee? Ja. Niet de hele doos. Laten we deze thuis, hè? Ja, chips gaan we nou niet hè, zakjes doen, hè? Nee, waar we naartoe gaan. Nee. Dat was heel snel. Nou, we rijden nu de parkeerplek op, hoop ik. Anders. Is er rechts van je? Dierenpark Sizo. Nou, je hoort het aan de tonton. Bereid. Ja. Het is een dierenpark. Ben je wel eens geweest? Ja. Bij deze ook, denk je? Ja. Oké.
dit is zo'n verkeersterrein. Moet je daarin? Oh, maar dan loop ik uit. Zou je wel denken, ja, maar dat valt mee gelukkig. Hier staat dat het een L is, maar dit is een vark. Daar heb je een rood punt, ja. Nou, er zit nog een sticker op. Hij heeft gewoon een sticker opgegeten. Ja, dat is niet echt slim, hè. Nee. Stinkt. Beetje, ja. Kun je niet maar doorlopen? Ik vind het ook een beetje stinken. Oh, dat is gek. Ik keek hier overheen en ineens zo, ja. Dit zijn geen... Gewoon grabbers. Hier ruikt het ook niet echt precies. Hoe ga je toch hier in? Zeker, maar wij niet. Nee, maar ik wel. Maar... Oh, jij? Ja, want... Je ga je toch niet in? Nou, bij andere dierentuinen is dat soms ook, hè. Dat zien ze op buis komen, dat is die stoktuin. Waar moet je dan in? Nou, dat zal wel niet. Begin je avonds te graven, hè? En Melvin, abonneren. Misschien werkt het, ik weet het niet. Precies. En een duimpje omhoog. Ja. Het klopt nog ook. En een ijsbeer. Je loopt zo die ijsbeer voorbij. Al 5 jaar. En dan mis je die ijsbeer. Op dit bord staat de belangrijke info toch echt op de andere kant. Dat is humor. Staat er waarschijnlijk op de andere kant. Grapje, toch niet. Allemaal dit jaar geboren. Jeutje, ik denk dat ik niet zoveel kinderen heb. Servo kan je herkennen aan zijn vacht van die vlek. En hij doet dan even in zijn pootje. En zijn oren staan een beetje achterover. Typisch een servo. De deur open, wacht, we gaan eens even kijken of er... Dus dat wel voor de deur. Ja, maar daar mogen we niet erin. Nee, maar wij zijn YouTubers, hè. Ik ga even spieken. Nee. Nou, we hebben het wel gezien. Ja, we hebben het wel. We hebben het wel. Heb ik even voor jou geregeld, hè? Dan houden we het, hè? Hallo. 1, 2, 3. Ja. Volgende. Je moet abonneren met belletje. En als je wakker wordt, hoor je dit. Heb je het gehad? Ja. Ja? Wat was het leukste dier in de dierentuin? Alles gewoon, ja. Ja. Oh joh, je gaat zelf het effect te doen natuurlijk. Het is niet te groot. Er komt effectbal in. Hè? Ja. Oh. Die was nog zacht hoor. Oh. Yo, ik wist nog niet dat we begonnen, maar ik zat hier even na te denken hoe we dat kunnen doen. Oh, gewoon hoe ding. Ja, ik tegen een voetballer hoor. Oh. Oh. Het is niet te geloven, jongen. Gaat het? Nee. Wat is er? Fijn hoor. Ben je gestoken? Nee, dat niet. Wat is er dan? Pijn. Nou, kijken we even aan. Als het erger pijn begint te doen of het gaat anders eruit zien, dan moeten we doen. Mag uit het spel mag jij 2 kaarten halen. Mag ik gewoon kijken? Ja, zeker. Ik mag het ook zien, ik ken deze truc toch al. Top. Welke kaart is dit? Klaver 2. Ja, heel goed. Die klaver 2 is de belangrijkste kaart eigenlijk. Die gaat tussen jouw kaarten. Mag je het spel aan mij geven. Je hand ophouden. En dan mag de andere hand er bovenop. Perfect. Hij vindt het nu wel leuk. Ja, klopt. Oh, waarom vind je het nu al leuk? Ik heb ook al weten wat er gaat gebeuren. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Nou, we gaan het zien. Ik doe 1, 2, 3. Voelde je wat? Nee, is er nog niks gebeurd. Dat klopt. Ik pak namelijk die kaart zo tussen jouw handen vandaan. En stoppen zo terug in het spel. Ja, goed.
En pak ik een willekeurige andere kaart, pak ik er tussenuit? Kan je zien? Nee. Nee, het is onzichtbaar. En zom ik er zo tussen? Ja. Oké. Welke kaart zat er tussen je handen? Ik heb er twee. Nou, kijk maar. Wat? Zes uur zit erop, aan mijn kant. Jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou het laatste gedeelte, dus de andere 6 uur van Melvin zien? Vergeet dan zeker niet om te abonneren, want volgende week komt er weer een video. En dan deel 2. Dan kan je zo doen Melvin 6 uur lang op jou gaat oppassen. En daarna mag jij de belangrijke keuze geven. Wie gaat er winnen? Mag je dus echt kiezen. Oké, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.